Welkom en leuk dat je kijkt bij een nieuwe aflevering. Ik heb vandaag een gast die speler is van het derde. En hij geeft trainen aan de B2 en is niemand minder dan Thijs. Thijs, leuk dat je er bent. Goedemorgen. We hebben een lange intro gehad, maar we gaan nu echt beginnen met het interview. We hebben vragen liggen die we om de beurt gaan stellen aan elkaar. Pak de eerste, jij pakt de volgende en zo gaan we door. Is goed, kom maar op. Eerste vraag. Welke rol speelt fashion in jouw leven? Yeah. Ja, je moet gewoon goed uitzien, vind ik. Dus het is best wel belangrijk. Ben je ook best wel ijdel dan, zeg maar? Nou, een beetje. Ik vind het leuk om goed uit te zien, maar als ik op werk ben, dan zit ik gewoon in een werkbroek en alles. En dan maakt het niet zo heel veel uit hoe ik eruit zie, dan ben ik gewoon aan het werk, dus ja. Ja. Maar buiten werk moet het allemaal goed zitten, vind ik. Ja, ben je ook zo'n persoon, dat bijvoorbeeld als je in de stad loopt, zo, je bij elk spiegel eventjes zo even... Dat doe ik automatisch al, dus ik doe heel vaak, doe ik even zo. Je voelt het, dat er een plukje zit of zo. Ja. Maar ik kijk wel vaak in de spiegel, ja, als ik even langs loop. Even broekje goed, shirtje goed. En hoe zit het dan met je uitgaves, ook met kleding kopen en zo en alles? Hoe zit dat? Ik hou van dure kleren eigenlijk. Ik kan die niet altijd kopen. Maar als mijn moeder zegt ook, ja, even minder, even normale kleding uitzoeken en zo. Maar vooral mijn schoenen zijn het duurste. Dus ja. Maar zou je er ook zeg maar gewoon in normale kleding kunnen lopen? Zeg maar, dus iets naar normaal. Ja. Ik vind zoals Zara, vind ik hele goede kleding. Dat is misschien wel beter dan een Ralph Lauren of een Tommy Hilfiger, vind ik. Dus qua kwaliteit? Of gewoon... Kwaliteit, ja. Oh, ja. En het hoeft niet altijd duur te zijn nog. Je kan er ook goed uitzien met goedkope peren. Ja, dat vind ik ook. Ja, is veel beter. Nou, volgende. Zou je liever de tijd terug kunnen draaien of de tijd vooruit kunnen spoelen? Zo. Is dat dan zeg maar... Naar de toekomst gaan en naar... Ja. Het verleden, zeg maar. Dan zou ik, denk ik, weer teruggaan, denk ik, in de tijd. Waarom? Nou, omdat ik vind het, denk ik, niet heel interessant om te weten hoe het, zeg maar, later gaat zijn. En ik denk, als je terug gaat in de tijd, kan je je leuke herinneringen kan je weer opnieuw beleven. Naar welke leeftijd zou je terug willen? Oh, dat vind ik wel lastig. Want ik zou dan zeggen, zeg maar, basisschool. En dan een beetje laatst, ja, groep 7, groep 8 of zo. Ja. Ik vond dat wel echt een hele leuke tijd. Ook omdat je gewoon, je hebt dan eindmusical en je gaat op kamp en dat soort dingen. Lastig. Ja, ik zou het ook niet weten. Ja. Nee? Ja, ik denk mijn mbo-tijd. Dat is... Ja, 1,5 feest natuurlijk. Ja, dat is echt geweldig. Je hoeft helemaal niet naar school en al. Dat is echt toptijd. Oh, ja. Anders, ik zou ook wel, toen ik klein was, want ik weet helemaal niks meer van toen ik 4 jaar was of zo. Ik vind het wel een keer leuk om dat mee te maken. Ja, maar ga je dan zeg maar terug naar de gedachte ook van een 4-jarige? Want dan weet je er straks nog steeds niks van. Ja, dat is waar. Snap je? Dus daarom, ik kan ook niet te vroeg, zeg maar, want dan weet ik het niet. Dat is een moeilijke vraag. Ja, ik vind het ook een moeilijke vraag. Zo. Oké, dan ga ik voor groep 8. Nee, ik ben voor mijn mbo-tijd. Ja. Ja, top. Interessant. Horen of Koog aan de Zaan? Zo. Ik denk wel gewoon Horen, hoor. Ik vind dat hier hartstikke gezellig. Ik heb hier heel veel vrienden. Maar in Horen, ja, ik werk in Horen en zo wat. Mijn school, ja. Ik denk dat het niet echt een moeilijke keuze is. Maar ik zou er denk ik niet laten willen wonen in Horen. Waar zou je wel willen wonen dan? Kijk, liefst zou ik nu zeggen Amsterdam, omdat ik nog jong ben. Dan wil je gewoon in Amsterdam wonen. Ik niet, maar... Nee? Nee. Ik vind het veel te druk. Dat vind ik wel leuk. Ik hou wel een beetje drukte omheen. En Horen, ja. Horen is saai, man. Maar Horen heb je wel, zeg maar, leuke kermis, toch? Of niet? Ja, de kermis is wel leuk, hoor. Het is ook wel prima om te wonen, maar ik zou niet zo snel hier gaan wonen. Dan zou ik het alleen doen voor het korfbal. Ja, korfbal is niet mijn leven. Nee? Nee, zeker niet. Nee. Nee, oké. Okay. Dat is waar. Voor mijn werk is het ook makkelijk als ik gewoon in Horen zit. Het is 2 minuutjes naar mijn werk en dan ben ik weer thuis. Dus, ja. En wat zou je dan nog... Het werk wat je nu doet, zeg maar, zou je dat nog echt heel lang willen doen? Of heb je nog andere ambities of dingen die je zou willen... Ja, ik heb net een nieuwe baan. Vloerlegger geworden. Oké. En daar heb ik nu heel veel plezier in. En ja, dat wil ik het liefst wel doorgaan. Ik weet niet als ik een eigen bedrijf wil. Maar ik wil nu gewoon lekker doorwerken. En dan zien we wel over een paar jaar hoe het is. Oké.
Interessant. Dus het wordt Horen. Het wordt Horen. Horen, ja. Leuk. Ik weet nog niet waar ik zou willen. Nee, Horen of Koganzaan? Dat zou Koganzaan zijn. Ja. Die zo gewoon puur dichterbij is dan waar ik nu woon, zeg maar, dan Horen. Ja. Ja, logisch. Volgende, denk ik. Oh ja, ik ben weer. Ja, jij bent. Wat is het leukste team waarin je hebt gekorfbald? Ja, ik denk wel een Nederlands team. Gewoon puur, en niet per se om, voor prestatie of zo, of iets, maar gewoon, kijk, als ik zeg maar bij Kzet ben, is het anders dan dat wanneer je bijvoorbeeld in een hotel zit of zo. Ja. Het voelt echt een beetje als kamp of zo. Ja, de gezelligheid eromheen is het meer. Je ziet ze niet elke dag. Nee, maar stel we zouden met Kzet bijvoorbeeld ook, je hebt natuurlijk ook van die trainingsweekenden of zo. Dan wordt het ook wel echt heel leuk. Ik ben gewoon meer van al die dingen eromheen, zeg maar. Ja, gezelligheid dan. Ja, en dat was meer bij het Nederlands team dan bij KZ. Of bij mijn oude club, ZKC. Nee. Zou je dan, zoals bij Oranje, zit je dan elke week? Nou, om de zoveel weken of zo? Ja, dat was, ja, soms wel elke week. Het verschilde gewoon een beetje. Oh, maar wel gewoon altijd gezellig. Ja, het was gewoon altijd grappen en grollen. En... Maar je moet wel veel meer presteren, denk ik, dan bij je eigen club. Dat je toch een voorbeeldfunctie bent of zo? Nou, ja, presteren. Ik bedoel, je gaat ook een beetje mee, gewoon mee op het niveau van andere mensen, zeg maar. Dus als je moet gewoon even iets harder je best doen, zeg maar dat gaat bijna vanzelf. En ik denk bij KZ ben ik toch dan misschien eerder geneigd om te zeggen van, oh, nou, doe even rustig aan. Ja. Dus het is ook wel een beetje anders, denk ik, of zo. Maar ik denk dus inderdaad alle... Als ik kijk naar de randzaken, dan denk ik toch eerder het Nederlands team. Omdat het toch eerder een kampgevoel had of zo. Een beetje gezelligheid en zo. Ja, ik kan er niet over meepraten. Ik heb nooit in het Nederlands team gezeten. Zou je liever voor jezelf werken of voor een baas blijven werken? Goed aansluiten wat we net hadden. Ja, nu. Ik zit er pas 4 maanden, dus voor nu onder een baas. Ja. En dan kijken hoe ver ik doorleer. En op een gegeven moment is altijd je doel, denk ik, voor jezelf werken. Denk ik. Ja, het is wel, misschien wel een droom van me. Ja, ik zit er net een paar maanden, dus ik kan nu niet zeggen van, ik wil dan mijn eigen bedrijf hebben. Nee, maar je kan wel natuurlijk op toekomstplannen, zeg maar op toekomstgebied, iets meer bedenken van, ik wil voor mijn 40ste, 30ste of zo, dat je een soort van laat vooruit, zeg maar, denkt of zo. Ik denk wel dat het mijn droom is, om voor mezelf te werken. Ja, eerst kijken als dit echt de ideale baan voor me is. Ja, dat weet ik ook nooit in principe. Nee, ik heb het dan wel heel leuk hoor. En ik vind het echt wel leuk om te doen. Dus ja, ik denk dat ik het wel wil. En als je kijkt naar je persoonlijkheid, zeg maar, wat voor type ben je dan? Zeg maar, ben je dan meer een type die wel gewoon onder een baas kan werken? Of? Ja, ik kan heel makkelijk onder een baas werken. Dan hoef je al dat geregel en zo hoef je allemaal niet te doen. Het enige wat je moet doen is werken. Ja, maar je kan het ook zo zien. Als je eigen baas bent, kan je ook mensen inhuren die alles voor je regelen. Dat is waar. Maar voor nu... Dan hoef je niet te luisteren naar mensen, zeg maar. Ja, dat heb je wel gelijk. Je kan het heel goed organiseren en dan heb je alsnog, zeg maar, ben je eigen baas. Dat is waar. Ja. Maar voor nu, ik denk voor de komende 2-3 jaren, lekker onder een baas werken. En dan kijken hoe ver ik ben. En dan lekker voor mezelf beginnen. Ja, dat is natuurlijk wel. Dan kan je wel, zeg maar, een beetje gewoon groeien ook voor jezelf. En gewoon kijken van wat wil je ervaring nou? Ervaring gewoon opbouwen. Ja. Zonder ervaring kan je het wel doen, maar je hebt er niet zoveel aan. En je moet de klantenkring hebben. Dus ja, dat is waar. Nee eens. Wat zou je graag nog willen leren? Ja, heel veel. Denk ik wel. Ik denk eigenlijk alles wat ik nu doe, daar zou ik nog meer over willen leren, denk ik. Dus... Nou, korfbal een beetje daar gelaten dan. Dat vind ik korfbal vind ik gewoon echt een hobby. Ja. Maar bijvoorbeeld als ik kijk op school of zo, of überhaupt deze video's of zo, dan denk ik, je wil ik nog meer over leren, je wil ik nog meer over weten. Maar ook bijvoorbeeld, nu moeten we dan bijvoorbeeld bijna gaan stemmen. Dan denk ik, ik wil eigenlijk nog meer leren hoe dat allemaal in elkaar steekt en hoe dat allemaal is gegaan, zeg maar. En tegelijkertijd ben ik ook weer heel lui en wil ik ook weer niet leren, zeg maar. Dus dat is een beetje... Maar wat voor studie doe je? Creative business. Dus ook wel een beetje richting media. En, dat dus ik leer ook wel. Dat wil je ook echt laten doen. Daar, in die richting. Ja. Maar ik weet niet wat. Zeg maar. Dus dat is een beetje het lastige. Ik weet niet of ik achter of voor de schermen wil, bijvoorbeeld. Ja.
Maar ik denk wel dat ergens in deze branche dat wel mijn beroep gaat liggen. Ik zie jou echt veel meer voor de schermen. Ja, maar daar moet je ook kansen voor krijgen natuurlijk. Ja, dat is weer waar. En dat, ja, dan zie ik wel hoe het loopt. Ja, dat is waar. Ja. Maar ook gewoon met... ik zou bijvoorbeeld ook wel misschien wat meer de psychologische en mentale kant, zeg maar, leren van mensen. Maar ja, ik ga geen studie daarin volgen of zo. Dus nee. Ik heb wel heel veel dingen dat ik denk van, ik wil dit leren, maar ik weet niet of ik het ooit echt ga doen. Of dat het gewoon een... Ja, je kijkt hoe het loopt en dan... Ik kijk hoe het loopt. Dan zie je het wel. Ja. Ja, dat is toch gevoel. Ja. Wedstrijd of derde helft? Vertel het maar, Thijs. Ja, ligt aan wat voor wedstrijd je speelt, vind ik. Kijk, als je echt moet presteren, dan kies ik wel de wedstrijd. En dan heb je die gewonnen en dan gaan we lekker de derde helft in. Maar ja, ligt er ook aan hoe goed de derde helft georganiseerd is van tevoren. Dat is waar. Maar ja, een ongeorganiseerde derde helft is ook wel erg leuker. Dat je gewoon lekker gaat drinken. Maar ik denk dat ik over het algemeen, ik zie korfbal ook echt als een hobby. Dus ja, die derde helft vind ik misschien wel iets leuker. Ja, is dat wel eens anders geweest? Dat je korfbal misschien anders zag dan gewoon een hobby? Ja, in de jeugd. In de jeugd dacht ik nog wel, dit wil ik laten worden. Want toen werkte ik ook niet echt. En nu denk ik, werk is voor mij belangrijker dan korfbal. En het is gewoon gezelligheid wat ik doe. En om een beetje fit te blijven. Ja, precies. Maar ja, fit blijven, derde helft. Hoe hou je dat in stand? Ja, ik vind dus ook, als het weer open is allemaal, dan doe ik dat ook nog. Dus dan blijf ik wel fit. Ja, om met mate moet je het doen. En kan je dat? Nou, ik ben in de coronatijd echt wel gaan minderen met alcohol. Het is niet dat ik meer elke week even een drankje doe of zo. En als ik drink, doe ik het ook niet meer dat ik helemaal laveloos door de stad heen ga of zo. En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld later, zeg maar, als dan corona het zak weer voorbij is? Ik ben echt wel weer toe om even in de kroeg te staan om wel even genoeg te gaan drinken, ja. En niet meer weten wat je hebt gedaan. Dat heb ik echt wel even zin in om dat te doen, ja. Maar het is niet meer dat ik elke week echt helemaal naar de get wil gaan of zo. Ja. Ja, want volgens mij, ik weet niet of ik verkeerd heb, maar voor mij ook wel een beetje een type die bijvoorbeeld al voor de wedstrijd al kan nadenken over de derde helft wat daarna gaat komen, zeg maar. Of klopt dat niet? Nou, als ik weet dat we iets gaan doen, dan denk ik, die wedstrijd moet even snel over zijn. Mm-hmm. En dan doen we wel even een drankje. Maar het is niet echt dat ik van tevoren denk van, we gaan nu even spelen, na de wedstrijd drinken, maar... De wedstrijd is ook belangrijk hoor. Ik wil wel gewoon winnen. Ja. Als ik verlies, ben ik ook echt niet harder. Dan wil ik zo snel mogelijk weg. Dan hoef ik ook geen drank. Dus als er zeg maar, dan bijvoorbeeld een derde helft gepland zou zijn en je verliest, dan ben je niet meer bij de derde helft aanwezig. Maar ik zal wel even goed nadenken als ik echt wel zin heb. Omdat ik ook in Horen woon natuurlijk. Ja. Dan is de keuze of ik ga nu naar huis, ga lekker een avondje thuis zitten. Of ik ga er wel doorpakken. Meestal is het wel doorpakken hoor. Ja, ik wou net zeggen. Jij bent hè? Ja. Oh man. Dom en knap of lelijk en slim? Ja, lastig. Die vind ik wel echt heel moeilijk. Oh, het heeft al bij wel wat, zeg maar. Of zo. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Zo, dit vind ik echt heel moeilijk. Ja. Wat bij jou? Gaan we eens bij jou? Ik denk dom en knap. En waarom? Maar wat is dom? Is het dom dat je dit helemaal niks weet? Ik vind mezelf nu ook niet de slimste. Dus als ik kijk naar nu, dan denk ik liever dom en knap. Ik denk ik ook. Maar ik denk dan niet per se dom als IQ, maar meer dom als onhandig. En gewoon echt, je denkt... Gewoon lomp. Ja, kijk, lomp. Ik ben nu ook lomp. Lomp, ja. Ja, dom is, vind ik echt, wat is dom? Maar dom vind ik, dat vind ik lastig. Ja. Maar ik zou denk ik ook niet kunnen met iemand die echt een laag IQ heeft, maar ook wel een beetje... Super slim lijkt me ook helemaal niks. Nee. Skip die vraag, man. Ik kan het niet. Ja, man. Ik weet het niet. Laatst alweer. Waar ben jij trots op?
Nou, ik heb, dat zei ik nog laatst tegen mijn ouders, ik heb denk 2 maanden terug een eigen auto gekocht en gewoon volledig zelf afbetaald. Oh ja. Dus daar is wel iets waar je trots op kan zijn. Ja. Want mijn eerste auto, dat had ik een beetje met mijn vader gedaan, dus hij had hem eerst betaald en ik in maanden afbetaald. Maar nu heb ik hem helemaal zelf afbetaald. Dus daar ben ik wel best wel trots op. Ja. Was ook echt wel een doel voor jezelf, heb je dat gezet? Ja, ik wil gewoon financieel onafhankelijk zijn. Mm-hmm. Maar nu, ja, ik ben er nu nog niet, maar ik kan wel een eigen auto kopen. En dat was een beetje snel gedaan. Ja. Ja, daar ben ik best wel trots op. En voor de rest, met mijn werk, ja, ik ben trots dat ik een nieuwe baan heb gedaan. Maar ja, ben je daar echt trots op? Nou ja, dat verschilt per persoon. Nee, ja, ik ben er gewoon blij mee dat ik dat uiteindelijk wel heb gedaan. Ja, maar ik ken ook wel mensen die het lastig vinden om zeg maar, opnieuw te solliciteren en te gaan verkassen. En ja, dat die er best wel moeite lastig mee hebben, zeg maar. Ja. En dat kan je wel trots zijn op jezelf dat je het hebt gedurfd ofzo. Of dat je het, ja, ik ben gewoon blij dat ik dat ook heb gedaan. Dus dat is ook wel een ding. Ja. En jij? Ik ben niet zo snel trots. Dat is wel een beetje een minder eigenschap van mij, denk ik. Ik ben heel erg, hoe zeg je dat? Ik wil echt veel eisen. Ik wil heel graag het hoogste halen, zeg maar. Dus ook al heb ik iets gehaald, denk ik, ja. Maar nog meer, zeg maar. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Heb ik ook wel een beetje. Maar ik vond een eigen auto kopen, dat is wel een, dat is niet zomaar iets. Je moet er wel even 2 keer over nadenken. Klopt, maar dan zou ik denk ik dan weer hebben van, ja, maar dan wil ik verder. Dus eigen huis kopen. Ja, maar dat heb gelijk, ik ook. Zou gelijk weer doorgaan, zeg maar. Denk, ja. Maar dat is lastig, want dan ga je ook niet stilstaan bij wat je eigenlijk al hebt. Ja, hebt bereikt of hebt gedaan. Of... Ja, dat had ik ook eerst altijd over van, ja, ik heb nu dit gekocht, maar ja. Als ik even een paar maandjes door, dan kan ik dat kopen. Ja. Op deze leeftijd dat al doen, vond ik een trots momentje. Ja. Ik was ook wel een beetje trots toen ik voor het eerst, toen ik mijn rijbewijs gehaald, ging ik voor het eerst de snelweg op, in mijn eentje, zeg maar. Toen zat ik ook wel, ik weet nog wat ik echt in de auto zat, ik dacht van, ja, ik heb het toch maar gehaald, of zo. En toen je in Oranje kwam, hoe was je daar niet trots op? Nee, want dan gaat gelijk knop om, denk ik van, ja, maar ik moet nu ook basis halen. En dan bijvoorbeeld ook toen ik... Nou ja, we hebben toch ook wel gewonnen, dus we werden toen wereldkampioens gemaakt. En dan ga ik dan denken van ja, denk ik, ja, ik kwam erin, maar ik kon mezelf niet goed invallen bijvoorbeeld of zo. Of dan denk ik, ja, dan ga ik alles weer helemaal in. Wel wereldkampioen. Ja, en dan kan ik heel moeilijk, kan ik dat zeg maar in mij laten komen. Ik denk van, oh ja, dat heb ik goed gedaan of zo. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, het is best, denk ik wel een dingetje dat je kan gewoon zeggen, ik ben wereldkampioen geworden. Het is wel een korfbal, maar ja, het is toch wereldkampioen. Nee, maar dat is ook precies zo zie ik het dus ook. Dat je zegt van ja, het is wel een korfbal. Als ik bij iemand in een klas kom, zeg maar, en ik zeg tegen diegene van ja, ik ben wereldkampioen korfbal, zeggen ze, oh goed. Maar stel ik zeg ja, ik ben wereldkampioen voetbal. Ja, dan zijn ze meteen je beste vrienden. Dan zijn ze helemaal, ja. Dus, ik ben niet snel trots, maar ik ben wel op een paar dingen trots. Dat ik denk van ja, ik heb het toch maar gedaan. Ja, het is ook wel beter dat je gewoon dingen kan zeggen, ja, ik heb het wel even gedaan. Ja. Ja. Die was hem denk ik alweer. Die was hem, ja. Zijn ging best snel. Vond je het meevallen? Ja. Viel wel mee. Ik ben bespaard. De vraag viel wel mee inderdaad. Ja. Ja. Leuk dat je hebt gekeken bij weer een nieuwe aflevering. Wil je nou echt iemand tegenover me hebben zitten en wil je dat wij allemaal vragen gaan stellen? Laat het hieronder weten of stuur het via ons toe via Insta. En wie weet ga ik wel met diegene in gesprek.